In Breda zamelt Tom Pieper spullen in voor de vluchtelingen bij het Franse Calais. Pieper heeft met eigen ogen gezien hoe hard de hulp nodig is. Zo dicht bij huis, mensen in zulke omstandigheden moeten leven, dat is eigenlijk wel een beetje beschamend voor een westerse cultuur. Even verderop in een grote bedrijfshal in Goorlen wordt ook het nodige ingezameld. Hier zijn het vooral grote bedrijven die spullen aanbieden. Die gaan naar het Griekse Lesbos. Lesbos krijgt ontzettend veel vluchtelingen op één dag. 1500 tot 2000 vluchtelingen op een dag. En daar is gewoon nog geen goed georganiseerde professionele hulp. Het Rode Kruis in Tilburg zamelt in voor vluchtelingen die opgevangen gaan worden op vliegbasis Geelserijen. Fijn, al die dekens en shampoo. Maar nog belangrijker is dat er geld gedoneerd wordt. Geld is breed inzetbaar, daar kunnen we inderdaad gaan schuiven met welke behoefte er is. Het GIO-nummer daarvoor is 6868 en dat is een landelijk GIO-nummer, dus daar kan iedereen gebruik van maken. Oh ja, in Goorlen zoekt men nog een transporteur om de spullen naar Lesbos te brengen. Dat moet over 2 weken gebeuren.